Veel mensen zullen zich waarschijnlijk afvragen waar de hanging baskets blijven. Die mooie bloembakken die al een aantal jaren in ondiep aan de lantaarnpalen hangen. Nou, daar wil ik graag even iets over vertellen. Het zijn hele mooie bakken die ook best veel geld kosten. Die worden elk jaar door een bedrijf in de wijk opgehangen. En omdat het zo duur is, hebben we gezegd, we kunnen niet in de hele wijk alles ophangen. Dus we hebben een soort van regel bedacht van waar komen die bakken wel en waar komen die bakken niet. En we hebben gezegd, de mensen die in dat jaar dat ze er hangen last hebben van de herstructurering, dat is van renovatie of sloopnieuwbouw of in ieder geval alle ellende die daar ook wel bij hoort naast alle mooie dingen, die krijgen dat jaar in de straat die hanging baskets. Dat kan dus per jaar veranderen waar die hanging baskets hangen. Want zoals in de kleine wijk is eerst gesloopt en nieuw gebouwd. En ondertussen is het een prachtig mooi wijkje waar de rust is weergekeerd. Dus daar komen die hanging baskets niet terug. Soms dan woon je in een gebied waar je last hebt van de herstructurering. En dan krijg je toch geen hanging baskets. Hoe kan dat? Dat komt omdat er ook nog wat technische eisen zijn aan die dingen. En sommige lantaarnpalen zijn niet geschikt om die hanging baskets op te hangen. Dat kan zijn omdat de paal te kwetsbaar is of omdat hij niet hoog genoeg is, zodat die basket het licht wegneemt. Dus het kan best zijn dat je zegt, ik woon wel in zo'n straat, maar ik heb nou net weer niet zo'n mooie bloembak. Wat dit jaar ook nieuw is, is dat de buurtbonnenregiegroep, zoals het zo mooi heet, een groepje bewoners wat beslist over het bewonersgeld. Dat gaat dus dit jaar ook over de hanging baskets. Die hebben nog wel een extra reden bedacht. Die zeggen, nou, stel nou iemand vraagt het aan uit een straat waar helemaal geen voortuintjes zijn en ook geen, op geen enkele andere manier groen, geen bomen. Nou, dat is zo triest eigenlijk. Die krijgen ze dan ook. Nou, woont u misschien in een straat waar geen hanging baskets komen, om welke reden ook. Niet getreurd, want er is natuurlijk meer in de wereld dan alleen die hanging baskets. U kan altijd een aanvraag doen bij de buurtbonnengroep voor een hele mooie geveltuin of een mooie bloembak. Want er zijn heel veel manieren om uw straat leuker, fleuriger en groener te maken. Dit was ook gelijk weer het eind van deze uitzending. Heeft u nog tips voor onze redactie? Bel ons dan of stuur een mail naar info@ondieptv.nl. En wilt u filmpjes nog eens terugbekijken? Bezoek dan onze website www.ondieptv.nl. Daar kunt u alle uitzendingen van Ondiep TV terugzien. Tot de volgende keer.